Mijn naam is Jeff Flikweert, adviseur akkerbouw in de regio Zuidwest bij Delphi. We staan hier vandaag voor een project, praktisch betere bodem. De laatste jaren zien we met het klimaat steeds onder extreme omstandigheden moeten rooien of in het voorjaar weer de grond fijn zien te krijgen. En met dit project willen we telers handvaten geven om daar verder mee te kunnen. We staan hier op een perceel van de familie Burgers in de Zevenbergse Hoek. We staan hier op een perceel met een afslibbaarheid van ongeveer 30% en met een organisch gehalte van 2,7%. En hier gaan we een bodembeoordeling doen. Wanneer we de bodem beoordelen, doen we eerst 25 centimeter steken we eruit. Dan breken we hem open en dan bekijken we hem. We zien bovenin dat er een mooie kruimelige structuur staat. Verder waar er veel wortels in zitten, ook intensief beworteld is de bovenste laag. Onderin zien we wat meer blokkerige structuur, maar ook gewoon wortels zitten hier ook. Ook wanneer we aan de bovenkant van de bodem bekijken, zien we overal poriën zitten. En dan is er gewoon veel activiteit van wormen zichtbaar. Kijk, daarna doen we nog een steek. Dan beoordelen we nog de grond een stuk dieper. En hier zie je ook mooie structuur. Ook blokkig, maar voor wortelen is het ook geen probleem om er doorheen te komen. De bouwvoor is hier ongeveer, zeg maar de klei gedeelte is 40 centimeter. En eronder zit fijnmatig zand, waar ook ijzer aanwezig is. Dat door water en lucht kan oxideren. De conclusie na het graven van deze profielkuil is dat het een mooie bodem is. We komen geen verdichting tegen op diepere lagen. Ook de 40 centimeter waar de klei zit is helemaal mooi intensief beworteld. En geeft ook een mooie bovenin een mooie kruimelige en onder wat blokmatige. Maar dat geeft geen problemen voor de wortels.